Vorig jaar zei ik, ja, dat zullen we wel nooit meer meemaken. Dus ik ben er nu weer. Ik hoop het nog vaak mee te maken. Ik ben Frank Jacobs, lid van de combinatie familie Jacobs. We spelen duiven bij, op het erf van mijn moeder, samen met mijn broer Hans en Jos. Ik ben Hans Jacobs en hier staan we voor de accommodatie van de familie Jacobs. Helemaal aan de linkerkant staan twee afdelingen voor de oude fond, doffers. Die zijn voor de middaglossing en voor de ochtendlossing. In het midden hebben we drie afdelingen voor de programmaduiven, dus vooral voor de midvond en voor de eendaagse. En dan hebben we hier aan de rechterkant hebben we nog één afdeling. Daar zitten eigenlijk ook de duiven voor de morgenlossing. En er zit er ook nog voor de middaglossing. En dan hebben we twee afdelingen die zijn nou gekoppeld voor op nesten spelen. Dan hebben we aan de onderkant, hier aan de rechterkant, hebben we de twee afdelingen voor de jonge duiven. Aan de rechterkant zitten dan de jongste, maar we moeten gaan kijken hoe we dat precies gaan doen. Of we dat samen gaan voegen, want we willen zoveel mogelijk jonge duiven spelen met de vroege toer. En minder met de natoer, omdat we denken dat de jonge duiven beter mee kunnen gaan met de jonge, met de vroege jongen, dan met de natoer. Daar leren ze toch te weinig van. En dan hebben we daar beneden aan de linkerkant hebben we daar nog de duivinnenhokken. En daar worden de duivinnen die worden daar elke dag na het trainen, na het voer opgesloten. Met het warme weer krijgen ze wel waterbakjes aan de hokjes hangen. En als ze dan 's avonds toch een keertje uitgaan, dan komen ze los en worden ze weer opgesloten. Dus overdag komen ze niet los, alleen bij het trainen. Naar Pauw, wat uiteindelijk Montemarsan geworden is, hebben wij 10 duiven ingekorfd. 6 weduwdovinnen en 4 weduwdoffers. We spelen totaal weddenschap met deze duiven die we meegehaald hebben. En de eerste prijs is gehaald door een weduwdovin uit 2018. In principe hadden we een snelle vlucht verwacht. Ook dat de duiven regelmatig zouden komen. En vandaar dat we ook de melding in België en ook in Frankrijk in de gaten hebben gehouden. In Frankrijk waren wel wat duiven die beduidend sneller waren als de Belgische. Dus wij hadden eigenlijk het idee dat we rond 7 uur klokken, dat zou heel goed zijn. Want dan zouden we tussen de eerste Belgische duiven zijn. En even na 6:45 kwam de duivin helemaal van de verkeerde kant aanvliegen. En die landde in één keer op de plank. Het was duidelijk dat het een vroege duif was. Dan gewoon echt de familie Jacobs proficiat wensen met de eerste Zelelu Pauw. Alvast bedankt. Goed, Frans, fijne dag nog. Hoi. Klopt. Klopt, Frank. Mooi. Proficiat. Dankjewel. Proficiat. Dankjewel. Dit is onze 3-1-5, de 3-5-10. Hij heeft gisteren de eerste nationale Montemarsan gewonnen. De vader komt in de zoon van de kleine duren van Jacques van der Velde uit Breskes. En de moeder is van het rode diamantje, dat is een soort van telen. En de moeder hebben we gekweekt uit een doffer van ons eigen soort met een duivin van Heimbrassé uit Vaasraden. Het is een klein, goed gebouwd duivinnetje. Heeft al menig prijzen ook op de midvond gevlogen en ook zelfs kopprijzen. Vorig jaar vloog ze de 151ste Nationaal Narbonne. En dit jaar dan het Explode, de eerste Nationaal Montemarsan. Het meest trots ben ik eigenlijk erop dat we in de breedte blijkbaar een kolonie hebben waar meerdere duiven echt kop kunnen vliegen. En dat wij ze toch zo op een punt kunnen krijgen dat ze die prestatie kunnen leveren. En het is natuurlijk een wisselwerking tussen de kwaliteit van de duiven. En wij als combinatie zullen ook wel heel wat dingetjes goed doen. Anders kan het natuurlijk niet zo zijn dat we vorig jaar en nationaal Narbonne winnen en de sector en Bergerac.
En dit jaar Monte Marsan. Met mijn broers heb ik een hele goede band. Op momenten zoals gisteren, ja, dat wordt het nog hechter gewoon. Je doet er met z'n allen alles voor en je laat er ook veel voor. Mijn gezin en ook het gezin van Hans, ja, hij moet ook heel veel opofferen daarvoor. Omdat wij die droom proberen te laten uitkomen. En vorig jaar zei ik, ja, dat zullen we wel nooit meer meemaken. Ja. Dus ik ben er nu weer. Ja, ik ga het niet meer zeggen, want ik hoop het nog vaak mee te maken. Maar dat is niet vanzelfsprekend. ...2020, ongelooflijk goed seizoen. Ik wil gewoon dat de klanten in de hele wereld succes hebben met de eierkampduif. En dat blijkt hoe langer hoe meer. I really like discipline and my pigeons in season, they are like soldiers. Mijn systeem is Gabi, 50%, en ik gebruik Galaxy Light. En dan gingen die duiven los. Ik krijg er nu weer kippenvel van. Gewoon zo mooi.